naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En zoals jullie misschien kunnen zien aan de achtergrond, ben ik niet thuis. Ik ben nu bij mijn vader thuis in mijn oude kamer. Want hier staat de voorraad van Fjord. En er waren gisteren weer wat bestellingen geplaatst. Want ik heb nu alle hoodies en sweaters voor 30 euro op de site gezet. Omdat ik ze gewoon weg wil hebben. Ik wil gewoon ruimte maken voor een nieuwe collectie. Dus jullie hebben aardig wat besteld. Dus dat heb ik net allemaal in zitten pakken. En dat ga ik nu eventjes op de post doen. Die zijn een beetje ingezoomd. En dan ga ik zo meteen eventjes door naar mijn moeder. Eventjes gedacht, zeg maar. Die heb ik al een tijdje niet gezien. En dan gaat ze mij eventjes helpen met de belastingaangifte van het afgelopen kwartaal voor Viewer en voor YouTube. Dus dat is een beetje de planning vandaag. Om 4 uur ga ik sporten met Keer. En daarna ga ik eventjes met Dagmar en Zoe kijken naar onze vakantie. Maar dat is ook allemaal eind van de dag wel qua vakantie en hoe en wat en zo. Ik ga nu eventjes de pakketjes naar PostNL brengen en dan ga ik naar mijn moeder. Ik ben weer terug thuis. Nou, ik denk dat Keer hier ieder moment is. We gaan zo meteen sporten. En voordat we gaan sporten komt ze nog eventjes hierheen. Even samen zo'n scoop dingetje nemen. En gewoon even chillen. Maar ik dacht, ik laat nog even zien wat ik vandaag aan heb. Want ik vind het wel een leuk outfitje. Dit topje is van Naked. En daarbij heb ik deze lange rok van Chiquel is die. En deze laarsjes van Lovies erbij. Die heb je in mijn vorige week vlog kunnen zien. Die heb ik nieuw. Heel erg blij mee. Ik heb hier dus allemaal vuilniszakken en dingen staan met kleding die ik weg wil doen. Maar ik twijfel een beetje wat ik ermee ga doen. Want ik heb heel eerlijk gezegd niet echt zin om het op Vinted te zetten. Met al het verzenden en dingetjes. Dat is gewoon best wel veel werk. Daar heb ik echt niet zoveel zin in. Dus dan heb ik twee opties. Of ik breng het naar het Leger des Heils. Of wat ik zat te denken is om misschien twee volgers uit te zoeken naar wie ik de dingetjes ga toebrengen. Heel veel is gewoon nog met kaartje ongedragen. En er zijn gewoon mensen die het veel beter nodig hebben dan dat ik het nodig heb. Ik heb gewoon super veel kleding. Ik heb dit gewoon niet nodig. Ik draag het niet. Dus kan ik er beter andere mensen blij mee maken. Alleen ja, hoe ga je die twee mensen die het nou echt nodig hebben dan vinden tussen al die volgers? Dus dat vind ik wel nog wel een beetje lastig. Heb je nou een idee hoe ik dit kan aanpakken of hoe ik dit kan doen? Laat dan eventjes weten in de reacties. Want ik wil wel een van deze twee dingetjes doen eigenlijk. Misschien dat ik het wel gewoon naar een Leger des Heils bak breng. Dan komt het sowieso bij kinderen terecht die het goed kunnen gebruiken. Die het hard nodig hebben. Dus misschien dat ik dat wel gewoon doe. Maar ja, die andere optie lijkt me dus ook wel leuk. Om het aan twee volgers te geven die het gewoon ook goed kunnen gebruiken. Dus ja, laat eventjes weten hoe ik dit slim kan aanpakken. Hoe ik dit slim kan uitzoeken. Ik ga nu in ieder geval de schoenen even uitdoen. Ik ga mijn sportkleding aantrekken. En wachten tot het Keer er is. En dan gaan we lekker sporten. Ja, was het zwaar? We hebben lekker gesport. Een leef pt'tje. Maar ik ben weer thuis. Zoe komt ook zo meteen. Dan gaan we even kijken voor onze vakantie. Want we zouden dus met z'n vieren naar Mallorca gaan. Alleen dat is op Oranje en daar gaan we dus niet meer naartoe. Dus we zijn nu op zoek naar wat anders. Zitten nu te kijken voor Kroatië, omdat dat schijnt echt super mooi te zijn en het is groen. We hebben ons appartement wel kunnen annuleren, maar het is nu nog de vraag of we onze vluchten kunnen omboeken. Dus daar gaan we nu eventjes voor bellen. Ik sta al 7 minuten in de wachtrij. En dan gaan we eventjes bellen om te kijken of we het kunnen omboeken. We vliegen heen met Transavia. Oh, nieuw muziekje. En terug met Easy, hè. Dus even kijken of het gaat lukken. Het is dinsdag. Ik heb weer lekker gesport. En gisteren wilden we Easy het bellen. Alleen dat was dus gesloten. Dus poging 2. Ons plan is dus om naar Kroatië te gaan. Als Easy het toelaat en als we nog gaan opnemen. Het is alweer einde van de dag. Ik heb jullie vandaag niet echt meegenomen in mijn dag. Maar vandaag was ook een beetje kut. Er is eigenlijk echt iets heel kuts gebeurd. Mijn bed is kapot. Mijn bed is dus ingezakt. Ik ging er dus op zitten. En dat ding zakt gewoon in. Ik ben juist zo goed aan het sporten. Ik was 2 kilo afgevallen. Ga ik op bed zitten, stort die in. Nou, het bed is ook wel heel oud. Dus ik denk dat het niet ligt aan mijn gewicht. Maar ja, kijk. Dit is er dus gebeurd. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Maar hier heb je dus een lat zitten. En die is dus eruit gebroken. Je ziet dat dit gewoon helemaal los is. Is gewoon helemaal kapot. Dus ja, dat is echt heel erg kut. Dus we hebben ook op de grond geslapen vannacht. Omdat, ja, we konden gewoon niet in ons bed slapen. Dus dat was vanmorgen, of nou, vannacht eigenlijk heel kut. Toen vanmorgen moesten we Transavia en EasyJet bellen. Ik heb echt letterlijk 50 minuten met Keer in de wachtrij gestaan voor EasyJet. Maar het is ons gelukt. We hebben onze vakantie omgeboekt naar Kroatië. In plaats van naar Mallorca.
We zouden eigenlijk van 11 tot 18 naar Mallorca gaan. Maar het werd code oranje en Dagmar en Zoe mogen dan niet van hun werk. Omdat je dan natuurlijk terug in quarantaine moet. En zij twee zijn niet gevaccineerd, Keer en ik wel. Dus daar konden we niet meer naartoe. Dus we wilden heel graag onze vakantie omboeken. Dus we gaan nu van 12 tot 18 naar Kroatië. Dus daar hebben we echt super veel zin in. Dat moest allemaal geregeld worden, duurde lang. Maar toen was er wel wat leuk, want er is namelijk een pakketje binnengekomen. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik ga morgen ook weer eindelijk voor mijn nagels. Ik ga ze weer lekker kort doen. Denk licht roze of zo. Ik wilde eerst blauw, maar ik zie het morgen wel. Maar in ieder geval heb ik een samenwerking met Bayou de Label. Echt super leuk. Bayou de Label is echt een van mijn favoriete zwemkleding dingen eigenlijk. En ik heb ook wat andere dingetjes gekregen van ze. Dus ga ik even laten zien. Maar ik ga beginnen met de bikini. Dat is deze. Dit is het broekje. Dit broekje zit echt heel erg mooi. Dit is het broekje. Het broekje heb ik in een maatje M. Hij is een beetje wat groot, maar hij past verder wel. Dus dat is prima. En dit is het topje erbij. Ik vind het topje ook echt super mooi. En aan de achterkant moet je die strikken met de bandjes die hier zitten. Echt oprecht een hele leuke bikini. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Ik heb al een Bayou de Label bikini van dit seizoen. Ook in zo'n kleurtje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb dus met Milan de afspraak dat ik tot 2 augustus niks mag kopen. Maar er is nog een bikini van Bayou die ik echt super graag wil hebben. Dus ik denk dat ik na 2 augustus die bikini nog zo ga bestellen. Maar goed, ze hebben er dus nog meer bij gedaan. Super leuk. Maar het zijn dus 2 lichaamsproducten van hun Gold collectie. Ik weet niet of het de Gold collectie heet, maar het is gewoon voor je lichaam. Ik ga beginnen met deze. Dit is de Gold Marmalade. SPF 15. Dit is dus ook voor in de zon. En als het goed is, zit hier dus ook een glittertje in. Oh my god. En dan heb ik hier de Gold Shimmer. En dit is de Dry Body Oil. Dus dit kan je bijvoorbeeld 's avonds als je dan je hebt gedoucht en zo en uit eten gaat. En deze olie dan op je lichaam doen. Het ruikt wel echt heel lekker. Ik ben benieuwd wat er ingrediënten hierin zitten. Want het ruikt echt heel erg lekker. Thanks Roos, want Rosa werkt dus nu sinds deze week bij Bayou de Label, doet de marketing. En die zei van, ik heb jou op de lijst gezet voor samenwerking. Super lief, super leuk. Dus hier ga ik donderdag ga ik met Zoe naar het pand van ons management. En dan gaan we eventjes een dagje weer foto's maken. En dan ga ik hier gelijk even wat leuke foto's van maken. Thuis van de nagels. Ik ben echt super blij met hoe het is geworden. Ik dacht, ik ga weer gewoon lekker voor kort en een lekker licht kleurtje. Lekker voor de zomer. Leuk als je bruine handen hebt. En toen ik thuis kwam, waren er 2 pakketten van Stronger binnengekomen. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om dat allemaal eventjes aan te trekken en aan jullie te laten zien. Met code FLEUR20 krijg je dus 20% korting op je aankoop. Ik heb echt best wel veel korte broekjes en zo besteld. Want ja, Keer en ik zijn de laatste tijd best goed aan het sporten. En we merken gewoon dat met lekker weer gewoon een lange broek best wel warm is. Dus ik heb lekker veel bikershorts besteld. Ik ben heel erg benieuwd hoe mij dat staat. Want ik heb dat echt nog nooit aangehad. Ondertussen heb ik volgens mij echt al bijna heel de Stronger collectie. Maar ik ga eventjes alles aantrekken aan jullie. En het aan jullie laten zien hoe het staat. Het is zo heet buiten. Ik heb het gelijk helemaal benauwd. Maar ik heb het eerste setje aangetrokken. En dit is echt mijn favoriete setje. Ik denk dat ik nu ondertussen 6, misschien 7 pakjes van. Echt erg. Maar ik vind dit gewoon zo'n lekker setje. Het is dus het ribbel setje. En ik heb hem nu in een beetje een beige kleur aan. Topje heb ik in een maatje S. En broekje heb ik in de maat XS. En dit is de broek. Deze vind ik ook echt super mooi zitten. Sluit mooi aan. Zit ook weer echt heel erg lekker. En ik vind deze kleur gewoon heel erg mooi. Ik draag zelf geen BH onder de sporttops. Omdat ik dat niet echt nodig vind. En deze sporttops heb ik dus ook nog in een ander kleurtje uitgekozen. Een beetje een grijs taupekleurtje. Donkergrijs. Ik vind deze kleur ook echt heel erg mooi. Onder op de band staat ook weer Stronger. Even kijken. Wat zie je hier? Ook weer Stronger. Echt super mooi setje vind ik. Dit is echt mijn favoriet. Als je aan mij zou vragen van welk setje van Stronger zou je echt aanraden, zou ik echt 100% dit setje zeggen. En daar heb ik ook weer een lange broek bij uitgekozen. Ook weer de maat XS en S. En heb ik ook nog, omdat het echt zo'n top setje is, heb ik hem ook nog in een ander kleurtje. Ja, ik heb nu een roze.
een grijze, ik heb deze, ik heb een donkerblauwe, ik heb een groene en ik heb nog een beetje een bruin taupe-achtige. Ja, ik heb er 6. Ja, ik ben helemaal fan, ja. Ik heb dit setje dus ook nog in dit oud roze kleurtje. Ik vind het ook echt een hele mooie kleur. Kleurtje wat anders, want normaal zie je sportkleding natuurlijk altijd in zwart of donkere kleuren. Maar dit vind ik ook wel leuk, dat licht roze of dat oud roze. Net zoals deze, dat beige kleurtje vind ik ook wel echt heel erg leuk. Dus dat is de broek daarbij. En ook daarbij heb ik weer de bijpassende top. Ook weer in een maatje S. Ook weer gewoon precies dezelfde als deze. Dus als die. Dan heb ik nu datzelfde setje aan in het blauw. Dit topje had ik al van mijn vorige Stronger samenwerking. En donkerblauw is echt mijn favoriete kleur van deze allemaal. Maar deze keer heb ik een bijkershort uitgekozen om erbij te dragen. Ik heb hier al de lange broek bij. Die vind ik echt heerlijk met sporten. Maar voor in de zomer merk ik nu wel dat het gewoon echt best wel warm begint te worden. En gelukkig hebben ze dus ook korte broekjes bij Stronger. Dus die heb ik nu uitgekozen in deze donkerblauwe kleur. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. En past perfect bij het topje die ik al had. En dat broekje heb ik dus ook in een groene kleur uitgekozen. Want ik heb dit setje dus ook al in het groen. Dus ik dacht, ik kies gewoon lekker 2 bijkershirtjes van topjes die ik al heb. Kan ik het lekker daarmee combineren en heel erg chill voor vakantie. Dus ik heb ook de donkergroene uitgekozen in het bijkershirtje. Van de bijkershorts heb ik ook weer een maat XS. En deze zit echt perfect eigenlijk. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan dit setje. En deze bestaat ook weer uit een top en uit een bijkershort. Dus ook weer een bijkershortje. Deze is weer wat anders dan die van daarnet. Deze heeft geen ribbelstofje. En deze heeft echt een hele mooie achterkant. Ik vind het echt super mooi. Het stofje van dit setje voelt ook echt super lekker aan. Dit is echt een lekker stofje voor mee te nemen op vakantie. Dan in hetzelfde kleurtje als het pakje van net heb ik dit hele lekkere chill setje met deze hoodie. De hoodie heb ik volgens mij in een maatje XS en broekje in een S. Dit is het broekje die erbij zit. Ik dacht, dit is misschien wel een heerlijk pakje om lekker in te vliegen of zo. Dus ik heb hem ook nog in het grijs. Even kijken, hier kan ik goed zien welke maat. Ja, het broekje heb ik in een maatje S genomen. Gewoon precies hetzelfde broekje als die rode, maar dan in het grijs. En de top, oh, heb ik ook in een S. Grapje. Ook echt heel erg leuk. Hier ben ik ook echt super blij mee. Dit waren dan alle items die ik van Stronger heb gekregen. Ik heb echt meer dan voldoende sportkleding voor de rest van mijn leven eigenlijk wel. Deze trui is wel echt heel heet, want het is nu echt 25 graden volgens mij of zo. Maar goed. Met de code FLEUR20 krijg je dus 20% korting op je aankoop. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten, zodat je makkelijk alles kunt vinden. En ik wilde jullie nog eventjes wat laten zien. Nog één dingetje. Ik heb namelijk weer een pakketje van Pretty Little Thing ontvangen. En dit is eigenlijk voor Instagram. Instagram samenwerking, zeg maar. Maar er zitten een paar hakken bij. Die moet ik jullie gewoon even laten zien. Het is echt mega extra, mega overdreven. Maar ik vond dit zo intens leuk. Je kan de kleur al zien. Dit zijn ze. Ze zijn zo overdreven. Maar ik dacht, ja, voor een foto of zo vind ik dit zo leuk. Of als je gewoon echt helemaal all out wil gaan. Lekker op vakantie. Leuke hakjes eronder. Ik vond dit echt heel erg leuk. Het is ook een soort badstof. Maar goed, dat wilde ik nog even aan je laten zien. Voor nu ga ik gewoon even lekker op de bank liggen. Ik heb net lekker fruit gehad, dus dat ga ik even opeten. En dan straks al beginnen aan het avondeten, want dan is het alweer een beetje einde van de dag. Maar ik ga eerst even al deze Stronger kleding opruimen, want het ligt hier helemaal vol met sportkleding. Ik eet alleen vanavond, dus ik heb lekker een salade gemaakt met spekjes, ei, tomaat, veldsla, lekkere dressing en een beetje tomaten doorheen. Dus dit ga ik nu lekker opeten. Het is vandaag donderdag en Zoe is nu onderweg naar mij toe. Want die komt me ophalen. En dan gaan we samen met de auto naar Amsterdam. Want ons management Habs & Lewis heeft een nieuw kantoorpand. Dus daar gaan we eventjes kijken, fotootje maken. We hebben hem ook al een tijdje niet gezien. Want ze waren op vakantie. Toen nog meer op corona. Toen had Zoe haar operatie. Dus we hebben ze ook al een maandje of zo niet gezien. Dus we gaan er weer gezellig naartoe vandaag. Ik heb echt een heel simpel outfitje aan. Maar ik moet dit shirtje even mee voor een foto. Dus ik dacht, ik doe hem gelijk aan. Met de witte broek en mijn trekschoenen. En ik heb dus dit nieuwe kettingje om. En dit kettingje is van Fiore van de webshop. Die komt volgende week online. Hij is er ook nog in het oranje. En hij is er ook nog in een ander soort kleurtje met kraaltjes. Echt super leuk. Maar dat zal ik van de week wel eventjes laten zien. Want die liggen nog bij mijn vader. Maar voor nu heb ik dus deze blauwe om. Echt super leuk. Bizar, hè? Ja. Oké, we zijn dus nu in het nieuwe pand. Het is echt heel mooi. Uitzicht is ook leuk. Ja. Ik heb zo warm, is het hier. Ja. Hebben ze dan nog meer? Oh, dit is ook leuk. Ja.
Die is mooi. Daar heb je zo'n mooie beige vloer. Ja. Me likey. Nou, we zijn bezig met foto's maken. Alleen we weten gewoon, er is zoveel hier. En ja, gewoon zoveel kamers. Dus we zitten even een beetje te... Ja, bij die nieuwe andere locatie wisten we natuurlijk van oké, dit kamertje heb je en dit kamertje heb je. Maar we zijn lekker bezig. Het is pas 2:50, dus. Oh, dat scheelt wel. Ja. Zoe wil ook graag een beetje storytjes, dus. En je kan dit pand ook huren als je een foto wil maken. Ja. Moet je Habs en Louis eventjes een bericht sturen. Zit hier 6 weken? Ja. Dus de komende 6 weken kan je dit dan huren om foto's te maken. Dat is echt heel mooi. Vooral als je bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebt of dingen, foto's van wil maken. Dat is echt mooi. Prachtig, het was er. Prachtig. Gaat hij mee naar Kroatië? We hebben even lekker eten besteld. We hebben echt super wat trek. Wat hebben we ook weer? Oh ja, we hebben George besteld. Heel lekker. We hebben Philly steak, Philly cheese steak, weet ik veel, het ijsblik en een burrata. We gaan zo meteen lekker opeten, laatste foto maken. Althans, laatste outfitfoto. Ja. Toch? Hebben we? Ja. Of nou, als dat roze jurk, kunnen we niet vragen of zij beneden wat hebben of zo? Nee, ik heb het al niet. Oké. Dus, en ik vind het nog best wel, het is, hoe laat is het? 3:15. Ja, best wel snel toch? Ja. Want waar je ook later? We waren 12:00 hier of zo, toen hebben we nog even beneden gezeten. Ja. Het zit lekker buiten het zonnetje, hè? We gaan hier eventjes ons eten opeten. We hebben een burrata salade om te delen. En oh, heel lekker. Philly cheesesteak. Ze hebben geen balsamico erop. Nee. Doen ze dat nooit? Dat is echt intens lekker bij de burrata. Maar goed. Hij is er helemaal vanaf gevallen. Het ziet er ook een beetje vies uit. Ja. Maar ze zei dat, Georgina zei dat wel. Oké, mooi. Kijk. Gezellig aan de gang. Het is vandaag vrijdagmiddag alweer. Wij gaan zo meteen met de scooter naar Rotterdam. Of met de auto even kijken. Maar ik denk dat het met de scooter wordt. Ik weet niet. Ik vind het gewoon gezellig om lekker op de scooter. Je bent dan wel echt 1 uur onderweg. Maar ik vind het gewoon gezellig lekker samen op de scooter naar Rotterdam rijden. En gaan we daar ook lekker uit eten. Volgens mij heb je daar ook een Primark. Ik wil even naar de Primark kijken voor sokken. En van die mini flaconnetjes waar je zeg maar je reisproduct en zo kan overgieten. Want ik ga over 1 week naar Italië. En over 2,5 week ongeveer naar Kroatië. Dus ik wil even wat dingetjes overgieten. Zodat de koffer niet te zwaar wordt. Want Dagmar en ik delen een koffer. En ze gaan ook al onze shampoo en douche en zo delen. Dus ik dacht dan kunnen we wat beter overgieten in kleine flesjes. Want dat scheelt gewoon heel veel ruimte en gewicht. Als je zulke fles mee gaat nemen. Ik heb dit nieuwe topje aan van Lovis. Maar het is echt veel te groot hier. Zoals je kunt zien met mijn bandjes. Maar komt in de volgende week vlog komt er een kortingscode voor Lovis. En een Lovis unboxing. Dus als je daar benieuwd naar bent moet je eventjes mijn volgende week vlog in de gaten houden. Maar dat heb ik dus aan met een witte broek. Gewoon van de Zara. En dit kettentje is van mijn webshop van Fiora. Ik vind het wel heel erg leuk. En ik moet nog even kijken wat voor jasje ik er overheen aan doe. En ik denk dat ik hier mijn triple S bij aan doe. Ik moet even wachten totdat Milan terug is. En dan gaan we naar Rotterdam. Ik neem mijn camera niet mee naar Rotterdam. Want ik neem een Sharp Mustas mee. En er past echt geen reet in. Dus mijn camera past er of alleen mijn camera past erin. Of mijn pasje en mijn sleutels. Dus ik kies voor mijn pasje en mijn sleutels. Maar ik zal vanaf nu wel alles met mijn telefoon filmen. Ik zal nog wel even laten zien wat ik nou uiteindelijk aan heb getrokken. Dit jasje heb ik ook nieuw van Lovis. Er hoort eigenlijk dus ook een geel rokje bij. Wat ik echt super leuk vind met dit topje. Zo'n fel kleurtje eronder. Alleen een rokje is voor nu op de scooter denk ik wel een beetje te koud. Dus ik heb er gewoon dan een witte broek onder gedaan. En mijn witte Jacques Mustas erbij. Zaterdagochtend. It looks like a sleepover. En we gaan Jamie Vaas kijken. Ik heb een kater. Nee, valt wel mee. Ze heeft alleen gisteren de laptop kapot gemaakt. Ja. Er is een pakketje binnengekomen van Nunobags. Ik heb dus van hun
deze tas gekregen. Kijk even hoe leuk kleurtje. Ik vind het echt leuk voor in de zomer. En ik heb het net geprobeerd. Mijn telefoon past erin, dus dat is fijn. En er zit dus ook nog een lang hengsel aan. Maar die kun je er ook afhalen. Dat vind ik eigenlijk wel het leukste, denk ik. Om hem gewoon als handtasje zo te dragen. Echt heel erg leuk. En chill dat mijn telefoon er echt precies in past. Als je dan een avondje uit eten gaat of zo op vakantie. Ik weet niet zo'n grote tas mee. Maar dan is dit echt heel erg leuk. Leuk kleurtje ook. Past ook bij mijn Chloe slippers. Dus deze gaat volgende week sowieso mee op vakantie. Maandag. En ik doe deze dag nog eventjes bij deze weekvlog voorbij. Omdat ik afgelopen weekend niet echt veel gefilmd heb. Ik heb vanmorgen lekker gelust met mijn moeder. Dat konden jullie net zien. En dag maar haar oma, die is dus net geweest. En die heeft onze wc behangd. Want we wilden dit echt al heel erg lang. Maar ondertussen wonen we hier al 7 maanden. En hebben we het nog steeds niet zelf gedaan. Dag maar haar oma, die kan het echt heel goed. Kijk even hoe leuk. Oh my god. Kijk, de randjes heeft ze nog niet gedaan, want ze wilde eerst even de lijm laten drogen. Komt ze morgen terug om die randjes helemaal mooi af te werken. Maar kijk even hoe leuk onze wc is. Oh, en dat wordt morgen nog zwart geverfd. Omdat dit is zeg maar een soort van houten iets. Dus daar kon ze niet lekker overheen behangen. Echt, ik vind dit zo leuk. Echt heel blij mee. Onze wc ziet er gelijk een stuk gezelliger uit. Echt leuk.